zijn hier op de Uithof, het Utrecht Science Park. En hier wordt een nieuwe installatie gebouwd om een groot deel van dit gebied en de gebouwen die er zich daarop bevinden duurzaam te verwarmen en te koelen. Dat noemen we een warmte-koude- en opslagsysteem. En ik zit hier op een van de bronnen, de warmtebron in dit geval. En het unieke van wat we nou gaan doen in dit project is dat we met behulp van glasvezel en een laserstraal gaan monitoren ondergronds hoe de warme en de koude bronnen zich in de loop van de seizoenen ontwikkelen. De glasvezeltechnologie maakt het voor ons mogelijk om eigenlijk relatief eenvoudig heel veel metingen te doen. Maar wat we daarmee kunnen is heel goed de temperatuur meten. En deden we dat vroeger met een enkele temperatuurmeter op een plek in de ondergrond, op één plekje, kunnen we nu een kabel aanbrengen in de ondergrond en dan krijgen we van elke meter of elke 25 centimeter langs die kabel een temperatuurmeting. En dat is tot op een 100ste graad nauwkeurig. Wij denken dat met die kennis het in de toekomst mogelijk wordt om systemen veel dichter bij elkaar te gaan plaatsen. En innovatieve concepten als systemen te laten samenwerken. Dus niet één gebouw met één systeem, maar deze hele hoek van de Uithof met een gecombineerd systeem. Schaalvergroting. Dat we daar een boel energetische winst mee kunnen halen. En economische winst, ook niet onbelangrijk. Nou, op het gebied van WKO hebben wij enorme ambities. We vinden het ontzettend belangrijk dat hernieuwbare energie onder de aandacht komt. We hebben al jaren ons eigen systeem, daar zijn we heel trots op. En we willen met dit onderzoek meedoen, ook omdat we willen kijken hoe we dat nog beter kunnen doen. Kijken of we het kunnen delen met onze buren, de provincies, dat is ook heel belangrijk. En of de kennis die we hiermee opdoen kunnen delen met ons gebied, om ons heen, Rijnsweerd. Om te zien of we daar ook gezamenlijke WKO's kunnen ontwikkelen. Nou, ASR wil van nature helpen door te doen zonder verspilling. Als verzekeraar vinden we dat heel belangrijk. En circulariteit is daar ook heel belangrijk in. Het is ook hartstikke leuk om daar deel van uit te maken. En voor mij persoonlijk is het gewoon heel leuk om een klein beetje van mijn oude vak, ik ben geoloog, terug te vinden in mijn huidige baan. Dus al met al, ik word hier heel geïnspireerd van. Wij als Deltares zijn bezig met het meten van innovatieve zaken in ondergrond. We gebruiken daar zo modern mogelijke technieken voor. En die resultaten hebben we gepresenteerd op een congres van het Utrecht Sustainability Institute. En daar is dat ook meteen opgepakt door UCI. Als dat is leuk, we moeten partijen bij elkaar gaan brengen, die kennis bij elkaar gaan brengen, zodat die mooie theoretische kennis en praktische kennis daadwerkelijk gebruikt gaat worden in de echte wereld. Nou, die vraag leeft in het veld en wat we als UCI dan hebben gedaan, is die vraag gekoppeld aan de expertise die hier ook is op het gebied van bodemenergie, van monitoring. En zo hebben we dit project gezamenlijk opgebouwd.